Welkom op Strijp. We veilen vandaag flexibiliteit. Strijp is booming, Strijp is hip. Iedereen heeft natuurlijk een elektrische auto. Iedereen parkeert deze op zijn of haar werk. En laat deze op hetzelfde moment op als alle andere collega's. Met als gevolg een fraaie piek. We gaan deze piek omlaag brengen. We gaan beginnen met een beloning van 1100 euro. Niemand minder dan 1100 euro. Jawel, 1000 euro. We hebben een bod van 1000 euro. 975 euro. 950 euro voor TNO. 950. 900 euro. We hebben een bod van 900 euro. 175. 850. 850. 800. 775. 750. Eerste maal. Andermaal. Laatste maal. Verkocht. Bij deze ontvangt Jetlix een beloning van 750 euro voor het terugbrengen van de elektriciteitspiek tussen 9 en 12 uur. Dank u wel. Enexis Netbeheer, zijn jullie tevreden? Ja, wij zijn super tevreden. We zijn er erg blij mee. Steeds meer elektriciteitsverbruik. Dat betekent heel veel verzwaringen. En al die verzwaringen kosten geld. Flexibiliteit kan een goedkopere oplossing zijn. En daar profiteren we allemaal van, ook onze klanten. Super, dankjewel. En daar hebben we hem, de grote winnaar. Hoe zijn jullie van plan om dit aan te gaan pakken? Veel mensen op Strijp S rijden elektrisch en die laden hun auto's op bij onze laadpalen. En wat wij willen gaan doen met de apparatuur in die laadpalen is het laden in de tijd verschuiven. En daarmee lossen we de problemen van Enexis Netbeheer op. En de beloning die wij ervoor krijgen zien de mensen die meedoen terug in de prijs.